eerste video van 2016 en mijn haar is letterlijk gefuckt. Precies hetzelfde als vorig jaar. Het is een vloek die op mij rust. Dit jaar is mijn haar naar de kloten. Vorig jaar zag het er zo uit. YouTube, Ace hier met vandaag de nieuwjaarsvideo. Eerst en vooral wil ik jullie een geweldig nieuwjaar wensen. What the fuck? Dat ik dat zelf heb durven uploaden. Holy shit. Ze hebben petten uitgevonden met een reden, denk ik. Dames en heren, gelukkig nieuwjaar. Ik hou van jullie allemaal. Nu moet ik jullie normaal 3 kussen geven. Gelukkig nieuwjaar, maak er een vet jaar van. Zorg dat je je amuseert, zorg dat het een jaar wordt dat je je herinnert. En doe niet te veel domme dingen. Ik ben Acid, ik geef jullie als cadeau en elke dag video's waar ik veel werk en tijden steek. En misschien als jullie mij een cadeautje willen geven, wat kunnen jullie mij geven? Een like? Wow, ja, me geven. Nieuwjaarscadeautje. Het duurt niet lang, dan krijg ik een warm gevoel van binnen. Wat wel handig zou zijn, want de verwarming is kapot. Ik heb koud. Ja. Ik had gisteren gezegd dat ik geen nieuwjaarsvideo ging maken. Dat ga ik ook niet doen. Ongeveer. Niet. We gaan vandaag iets speciaals doen. Ik ga mijn avond van gisteren een beetje hervertellen op een leuke manier. Met leuke verteldingen en dingen die te vertellen zijn. Yes. Het was de allereerste keer dat ik oudejaar ben gaan vieren. En het was wel een leuke avond. Het was wat ik ervan verwacht had. Ik heb mensen zien overgeven. Wat altijd super leuk is. Ik heb mensen zien de liefde bedrijven op het strand. Yes. En ik heb de pekvis gezien. Een pekvis is een vis met een pek. Zo simpel is het. Maar ik heb het uitgevonden samen met een vriend. Ga het tonen. Dit is de pekvis. En die is redelijk populair geworden bij ons in de jeugdbeweging. En iets later hebben we dan ook de pekvogel uitgevonden. Maar deze was minder populair. Dus wil jij je klas verrassen met iets cool, teken de pekvis overal. En ja, hij ziet er toch gewoon beast uit. Het is een fucking pekvis. Dus gisteravond ben ik de avond begonnen. Gewoon lekker gefonduut met mijn mama en mijn oma. Was super gezellig. Ik dacht, ik ga gewoon thuis eten. En gewoon de gezellige familiespirit behouden. Nadat we hadden gegeten, ben ik naar mijn vrienden gegaan. We hadden afgesproken in iemands huis waar we een leuk feestje gingen doen voor onszelf. En dan om 1 uur gingen doorgaan of zo naar een feest hier in de stad. Ik kan je zeggen, het feestje bij die jongen thuis was heel leuk. We hebben van alles gedaan. We hebben Ring of Fire gespeeld. We hebben paardenracen gespeeld. We hebben bierpong gedaan. Allemaal hele leuke dingen. Toen het 12 uur was, hebben we vuurwerk afgestoken. Dan hebben we allemaal knuffels aan elkaar gegeven. En gezegd hoe leuk dat jaar was en ik hoop allemaal zo dingen, yes. Voordeel dat ik heb is mijn vriendengroep is redelijk bestand tegen alcohol. We kunnen allemaal wel redelijk veel drinken voor we liggen te schuimbekken op de grond. Vergeleken met andere mensen die ik ken die eens drinken en meteen al liggen te trillen op de grond en ja. Dat geluk heb ik. Het was 1 uur toen we zijn vertrokken naar het feest hier in Blankenbergen. Wat eigenlijk echt fucking saai was. Maar oké, je maakt dat een beetje leuk met jezelf. En het probleem was, het was een feestje 18 plus. Op de een of andere manier zijn wij daar binnen geraakt. Geen flauw idee hoe dat kan. Blijkbaar was het toch geen 18 plus feestje, maar eigenlijk wel. Maar wij waren de enigen die wisten dat geen 18... Hele rare shit. Wat is het probleem daaraan? Ik kwam daar binnen en het ging gewoon zo. Dat is mijn leerkracht wiskunde. Dat is mijn leerkracht LO. Leerkracht geschiedenis. Baby's. Laten we zeggen dat alle volwassen mensen uit mijn stad daar waren en ja, het was redelijk awkward. Het was echt fucked. Het is wel raar om je leerkracht wiskunde dronken te zien. Die mensen hebben ook maar een leven. Het mag allemaal. Ik ben naar huis gegaan om 4 uur of zo. Ik was thuis om 5 uur en toen is er ook wel iets funny gebeurd. Mijn schoenen waren een beetje vuil. Dus wat doe ik? Ik doe mijn schoenen af. Ik ga naar de wasbak en ik ben mijn schoenen beginnen afvegen met een sponsje. Mijn mama dacht dat ik aan het plassen was in de wasbak. Dus zij komt naar beneden helemaal in shock. Wat gaan wij aan het doen? En ik stond daar met mijn sponsje en mijn schoen. Ik ben mijn schoenen aan het kijzen. Mijn mama dacht dus echt gewoon dat ik zo dronken was dat ik aan het plassen was in de wasbak. Vertrouwen ligt laag bij mijn mama. Jammer. Ik had een beetje hoofdpijn vanmorgen, maar water is goed voor een kater. Dus als je gewoon veel water drinkt, gaat alles wel over. Ik heb zeker heel veel zin in 2016 en ik hoop dat ik samen met jullie er een fucking awesome jaar van kan maken. Als ik dan een paar doelstellingen moet zetten voor dit jaar. 200.000 abonnees zou wel vet zijn, zoiets rond de 200.000. Denk wel dat dat cool zou zijn. En gewoon dat ik YouTube blijf doen, dat er niets gebeurt waardoor ik moet stoppen met YouTube. Dat school niet helemaal verkeerd gaat, waardoor ik moet stoppen met YouTube. Dat gewoon alles lekker gaat. Dat ik over kan een volgend jaar, dat alles leuk is dat ik hier volgend jaar ook nog gewoon gezond zit. Ik wens jullie ook allemaal een goede gezondheid toe. Ik wens al jullie familieleden een goede gezondheid toe. Ik hoop dat jullie een leuk jaar hebben. En ik hoop dat jullie allemaal de pekvis tekenen. 2015 zal altijd in mijn hoofd zitten als het jaar van de Man Buns, de Hotline Bling, de Whip Whip Nee Nee, Netflix en Chill, de rode Starbucks beker, de Condom Challenge. Ja, dat zijn zo'n beetje de hype. Misschien ook die Hooverboard, maar die vond ik zo'n beetje bla.
Ik hoop dat het vet jaar wordt. Ik hoop dat het even vet of zelfs vetter wordt als 2015. Ik ben Acid. Laten we er samen een fucking vet jaar van maken. Dus dames en heren, doe zeker een duimpje omhoog. Ik ben Acid en ik hoop dat mijn centrale verwarming zo snel mogelijk weer werkt. Adieu.